inderdaad de rit tussen Christine Aaftink hier in beeld en Christa Luding. Dat zijn natuurlijk niet de minsten. Aaftink binnenbaan, Christa Luding de buitenbaan. Aaftink, de veelvoudig Nederlandse kampioene, die het eigenlijk in Albeville net niet haalde. En Luding, die daar brons won op de 500 meter achter J en Blair. Luding pakt de eerste 100 meter in 10.81. Christine Aaftink 11.25. Toch al een duidelijke achterstand voor Aaftink, die daar hele grote problemen krijgt en valt. En daarmee is het klassement voor haar natuurlijk voorbij. Christa Luding, die dan alleen verder zal moeten gaan, op de binnenbaan afgaat. En nu moet proberen om haar balans te houden. En ook een beetje dat te vergeten, die val van Christine Aaftink. De laatste 100 meter voor Christa Luding. En gaat zij die 41-21 van Herma Meijer verbeteren? Dat gaat ze inderdaad doen. 41-16 voor Christa Luding. En daarmee wint zij dan die 500 meter. Wij kijken nog even naar die val. Die clowneske val, mag je bijna zeggen, van Christine Aaftink. De uitslag dan van de 500 meter voor dames. Tevens de stand in de sprintbokaal. Christa Luding slaat toe. Ze wint voor Herma Meijer. Helmut Garbrecht, vierde Anita Lorbach, vijfde Meze Hunyadi. De zesde plaats is voor Christine Aaftink.